Laat ons dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Leg steeds uw vrienden in den mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestieder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Wij noemden u te zingen Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Uit Gods heilig en dierbare woord zal u worden voorgelezen hetgeen u kunt opgetekend vinden bij de profeet Jesaja, daarvan het 49e hoofdstuk,
de versen 8 tot en met 21. Wij noemden u te lezen Jesaja 49, de versen 8 tot en met 21. Alzo zegt de Heere, in den tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der waterkens zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn, zie. Deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim. Juicht gij hemelen, en verheug u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over den zoon haars buiks, ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, al deze vergaderen zich. Zij komen tot u, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden, en gij zult hen u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden, zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen, waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij, dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Tot zover de schriftlezing. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwiglijk leeft en die ook nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal,
en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle de koningen der aarde. Amen. Mijn geliefden, zoeken wij nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Gij koning der koningen, en gij Heere der Heren, gij die nu aan de rechterzijde van uw Vader zit, in de allerhoogste majesteit, gij die alle macht hebt gekregen op grond van uw middelaarswerk, heb dat ook zelf getuigd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gij zijt ook opgevaren met uw zegenende handen uitgestrekt over uw kinderen. En ook nu zegent gij uw kerk met een voortdurende zegen. Gij zet ook die dankende hoge priester voor een dankeloos volk. Ja, gij zijt ten goede van uw kerk in de hemel, ook als een onderpand van hun zalige opstanding. En dan ziet gij ook ons nu allen zitten hier in het kerkje en Schravendeel. Gij ziet ook degenen die op afstand aan ons verbonden zijn. O, nu kent gij ons aller hart en geproeft onze nieren. En dan weet u volkomen dat er in ons geen goed woont. Ja, dat er in ons een schadelijke weg is. En u weet of er zijn die dat ook moeten doorleven, ook op dit moment. Die op de borst slaande van boet en berouw, van diep zonde en schuldbesef zijn opgekomen. En die smekende zijn, zijt mij de zondaar, of zijt mij de zondares genade. O Heere, wil u deze avond in het midden zijn. O, gij hebt het al gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. O, wil gij door rijen en paden heen wandelen in het gewaad van uw woord. O Heer, uw kerk zal toch haar voortgang hebben. Ge zult toch Sion bouwen naar dat vastgemaakte bestek. Ja, dat zal toch in eeuwigheid en van eeuwigheid reizen. O Heere, mogen het van u smeken, ook voor deze avond. Doe Sion wel naar het welbehaag. Bouw de muren van Jeruzalem op. O, u zult toch doorgaan met uw vergaderende werk. Dat we ook in de achterliggende dag mogen aanschouwen dat u nog een man hebt afgezonderd. Ja, die als student is toegelaten tot onze theologische school, om opgeleid te worden van het ambt van herder en van leraar. O Heere, dan is er nog werk in het midden van onze gemeente. Mogen u daarvoor erkennen, ook nu te midden van dit volk. Heb ook de andere student gedachte geweest vandaag, toen hij zijn tweedejaars examen heeft afgelegd met een goed gevolg. Ach Heere, wat bent u dan toch de getrouwe. O, dan zal u toch nooit laten varen het werk van uw goddelijke handen. Wil met de student zijn die aangenomen is en met zijn vrouw en met zijn kinderen, verdere familie. Wil de weg verder banen, Heere. En wil ook ons als docenten ondersteuning schenken. Ja, om beide jonge mannen op te leiden. Ach Heere, wil ook vanavond met uw bouwwerk doorgaan. Wil nog levende stenen oprapen.
Daar walen van natuur als bouwafval op de wereld ligt. Wil ze nog grijpen, Heer, diegenen die verkoren zijn, en voor wie nu het uur van het welbehagen is aangebroken. Wil ze metselen als levende stenen dat geestelijke huis. Ach, Heer, mogen er jongens en meisjes opgeraapt worden vanuit uw eeuwig welbehagen. Ach, mogen ze straks naar huis gaan met een bede, of ze nog bekeerd kunnen worden. En wil ook mannen en vrouwen, ja, tot de oudsten in ons midden, of die meeluisteren, stilzetten op hun levensweg. Al, Heer, het is toch geen zondaar te oud of te koud, of hij kan nog zalig worden. Wil de nood van de ziel toch op hun harten binden. Ieder moment kan toch het laatste moment zijn. Och, en als we dan toch niet achter die borggerechtigheid van u verscholen zijn, wat zal het oordeel dan toch vreselijk zijn. Maar nu zijn we toch op die plaats, die ge ook noemt de werkplaats van de Heilige Geest. O Geest, kom aan van de vier winden, en waai toch in deze gedoden. En mag er een kerk in ons midden zijn, die met de bruid mag zuchten, mag smeek, ontwaakt noordenwind en komt gij zuidenwind, doorwaai deze hof. O Heere, die winden zijn zo nodig, die winden van beproevingen, maar ook van vertroostingen, opdat er nu vruchten voortgebracht mogen worden. Ja, opdat we een lieflijke geur mogen verspreiden, Heere, door uw geest. O, wil dan nog vele stenen harten verbreken door uw goddelijke liefde. Wil die stenen harten wegnemen en wil vlezen harten schenken, opdat de smart over de zonde mogen krijgen. Smart, Heer, over het ongeloof, over de onwil. Smart, Heer, omdat ze door iedere zonde u in het aangezicht komen te slaan. O, geef een vleeshart dat leeft, Heer, die een begeerte krijgt om u te vrezen, u te dienen en u te loven. Ach, Heer, wil ook zij met diegene die ge getrokken hebt, maar die zo gebukt gaan, Heer, onder hun boze bestaan. Ach, Heere, wil ze toch aan een einde van alles brengen. Wil ze toch aan uw zijde doen vallen. Wil ze toch, Heere, aanwijzen dat gij nu die enige hoeksteen zijt van dat geestelijke huis. O, mag die hoeksteen toch dierbaar worden. Mag het toch zijn, Heere, bij uw kinderen voor het eerst of opnieuw. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Gedenk, Heere, zo ook uw kinderen die onder gesloten hemel over de aarde gaan. O Heer, hoe meer we van u hebben mogen aanschouwen, ja, hoe nabij er uw gemeenschap geweest is, hoe smartelijker het godsgemis is. O, wil ge de zulke nog genadig en goed zijn, ja, wil ge de zulke nog de hemel doen scheuren, en wil ge afdalen, Heer. Al mag die ladder Jacobs toch hier vanavond in het midden zijn. Wil gij, Heer, nog spreken tot uw kinderen. Al wil u nog komen springen op de bergen en huppelend op de heuvelen. Ja, mag die stem van u gehoord worden. Mag onze stem wegvallen. En mag die lieflijke hartinnemende stem toch overblijven. Ach, mag het zijn aan het einde van de dienst bij diegene van uw kinderen die gebukt zijn binnengekomen, vol van rouw en smart, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp en kracht. Heere, wil met ons zijn, mogen toch beseffen, dat ook deze dienst zal zijn reuken des doods ten dood. Daar hebben we voor gekozen. Maar mag het uit genade voor velen zijn. Een reuken des levens ten leven.
Wil jonge vrienden gedenken die ook zijn opgekomen. Hun gedachten kunnen zo zijn met allerlei zorgen en noden. Mogen van de jonge mensen de noden voor u neerleggen, Heer. Ja, wil Heer eens schenken dat ze al die knopen en die raadsels aan u mogen overgeven. En zou gij nog vanuit uw woord oplossingen willen schenken. Gedenk ook die jonge vriend die ook hier gekerkt heeft. En die in achterliggende weken belijdenis voor de kerkraad heeft afgelegd in onze gemeente. En die ook als het aanstaande tweede Pinksterdag belijdenis hoopt af te leggen in het openbaar. Gedenk, Heren, zijn familie. Ach, Heren, mogen ze toch ook bij zichzelf onderzoeken waarom nu hun jongen, hun kleinkind belijdenis doet. Ach, Heren, dan zullen ze, als ze eerlijk zijn, moeten getuigen. Dat is niet om mij, nee, het is ondanks mij, dat onze jongen nog belijdenis wil doen op een plaats waar de waarheid nog verkondigd wordt. Och, Heren, wil zo zijn, Heren, met alle jongeren, maar ook met de ouderen, ook met de weduwen en met de weduwnaren. Het gemis kan zo groot zijn. Ook bij onze broeder ouderling, die nu voor de tweede maal weduwnaar geworden is. Een dubbel gemis, Heren. Och, zou gij hem toch gedachtig willen zijn. Ach, Heren, zou ge nog eens terug willen komen op het werk wat gij nu gewerkt hebt. Gedenk ook andere rouwdragenden in ons midden. Ook die aan de dag van morgen aan het graf zullen staan van een geliefde opa. Ach, Heren, wil die jonge vrouw het Albasserdam in ons midden ondersteunen en dragen en troosten. Gedenk degene die psychische noden hebben en die zijn opgekomen of die meeluisteren. O, het kunnen zulke kruisen zijn, Heren. Ach, mogen ook dit kruis toch uitdrijven naar u, die overste leidsman, die volleinde des geloofs, die het kruis heeft verdragen. En de schande heeft veracht. O, wil ook zij met andere kruisdragers, ouders die misschien zorgen hebben over de opvoeding, of de levenswijze, of de levensgang van de kinderen, of die huwelijksvraagstukken hebben, of die misschien in de eenzaamheid of alleengaand hun weg moeten gaan. Och, Heren, wil u ze bewaren voor opstand. En zou gij, Heren, het kruis nog draaglijk willen doen zijn. Gedenk onze broeders kerkraad hier ter plaatse, maar ook de broeders van de naburige kerkraad in ons midden. Och, wil u ze alles schenken wat ze nodig hebben in het ambt, Heren. Och, de kerkjes zijn toch door u aan in hun hand. Door u in hun handen gelegd om te besturen en te regeren, om het werk van barmhartigheid te verrichten. Ach, ze kunnen het ook niet in zichzelf, Heren, mogen ze dat toch gevoelen. Maar mogen ze het ook toch leren, maar onze bekwaamheid is uit God. Och, gij die hun roept, is toch het trouw, die het ook doen zal. Heren, wil ook zijn met het geheel van ons kerkelijke leven. Wel ook zijn, Heren, met de kerk in Nederland. O, er zijn zoveel scheuren, Heren. Mag het ons toch tot smart zijn. Zou ge die scheuren, Heren, in de weg van recht nog willen helen. Ja, wil u bij elkander brengen wat bij elkander komt te horen. Wil het werk van de zending toch ze voorspoedige loop doen hebben. Het werk, Heren, op den Buma zendingsvelden, waar ook zo weinig arbeiders zijn overgebleven. Wilt er nog uitstoten, Heren, o zoveel zwarte zielen die op die velden komen rond te gaan. Wil u ze nog grijpen, Heren, o maar dat visnet van de evangelie toch rijkelijk uitgeworpen en opgetrokken worden. Maar ook, Heren, het werk van Stichting Bethlehem, het zendingswerk wat ze verrichten namens de gemeente, wil het ook haar voortgang toch doen hebben. De veld en de zendingswerkers, ook hem die nog wachten is op zijn visum, maar ook zij die veldwerkers die er ook op nog steeds op wachten,
Ach, Heere, wil nog harten neigen, Heer, van degene die de visa moeten uitgeven. Ach, Heere, wil zo ook zijn met de lokalen binnen de velden van Bethlehem die hun werk daar mogen verrichten. Ach, wil nog uitbreiding schenken. Zou ook willen geven dat op uw tijd en op uw wijze ook een zendingspredikant uitgestoten mag worden naar de velden van Bethlehem. Gedenk, Heere, de verdrukte kerk. Ach, zoveel miljoenen die dagelijks verdrukt worden. Och, u zegt het ook in uw woord, is u uit genade gegeven om te geloven, maar ook om te lijden in de naam des Heren. Och, wil u ze staande houden in de momenten dat ze verdrukt worden, dat hun geweld wordt aangedaan. Mag ook in dit, onder dit volk ze opgedragen worden, u zegt het toch. Gedenk degenen die in de gevangenissen zijn, alsof ge mede gevangenen zijt. Ach, Heere, mag door de verdrukking in die gevangenis uw naam nog groot gemaakt worden, net als bij een Paulus en een Silas in Filippi. En ze zongen Godelof, en de gevangenen hoorden hen. Gedenk ook het volk van Israël, de beminden om der vaderen wil. O, mogen met een Paulus bidden, het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Ach, die beloften voor hun, die liggen er nog, Heer, en u zult ze ook vervullen, want ge zijt de getrouwe. En heb je het ook gezegd, zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen. Mogen dan daarop zien en mogen daarop hopen. Gedenk het hele wereld gebeuren. O, er zijn zo belangstaanjagende zaken die gebeuren. Maar u staat toch boven alles. Wij zien slechts de onderzijde van uw raad, van het borduursel van uw raad. Maar Heere, gij weet toch hoe het allemaal zal gaan geschieden. Wat is allemaal naar uw raad. Wat er zal gebeuren. Want uw raad zal bestaan. En ge zult al uw welbehagen doen. Zo was het ook in uw raad dat die oorlog in Oekraïne zal beginnen. Maar weet toch degene wiens handen snel, wiens voeten snel zijn om bloed te vergieten. Dan zijt gij toch ook die enige die de oorlogen kan doen ophouden. Ach, Heere, wil die vrede weer terugschenken. Wil de kerk die ook in Oekraïne nog is, beschermen en bewaren. En wil al degene, Heere, die geweld aan gedaan wordt, daar ook de bescherming nog komen te schenken. Wil ook in ons, in met het politieke bedrijf in ons eigen Nederland zijn. Schijnt dat de mannen van de SGP werkelijk getuigenispolitiek mogen bedrijven. Gedenk, Heer, ons deze avond. Wil ons met uw heilig voorgaan. O Heer, hoe kunnen we dit woord uitdragen tot uw eer? Dat is onmogelijk in onszelf. Maar nu zijt gij toch gekomen om altijd de ere van uw vader te zoeken. O, om te doen, Heer, hetgeen wat gij beloofd hebt al in de eeuwigheid, want u hebt toch geklonken, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust om uw welbehagen te doen. Uw wet is in binnenste van mijn ingewand. Ach, Heere, mag het welbehagen, dat ook vanavond gelukkig door uw hand voortgaan. En mag het ook gelden, en hij zal veel zaad zien. Schenk het uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, zetten we onze dienst voort. Op Psalm 30 vers 6 en 8. Waartoe gij u slechts een ogenblik verbergdet, trof mij vrees en schrik. Die riep ik om uw heilgenot, ik smeekt en zeit, o grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen. Waartoe zou ik ten graven dalen? En ook het achtste vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd om God, om Gods
opdat mijn eer niet zwijgt, zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. 30, 6 en 8.
Mijn geliefden, na de orde van het kerkelijk jaar leven we nu tussen hemelvaart en tussen Pinksteren. Dat is de periode waarin we overdenken dat Christus is opgevaren en nu ter rechterzijde van zijn Vader zit, maar dat de kerk hier op aarde is achtergebleven. U zult het ook gehoord hebben op hemelvaartsdag dat Christus opvoer en dat een wolk hem wegnam. En dat toen die engelen kwamen en ook aangaven dat hij alzo zal wederkomen, er mocht geloof in meekomen. Ze zijn uitgegaan naar Jeruzalem, verheugd met blijdschap nadat ze hem hebben aanbeden. En dan kunnen we ook in Handelingen 1 lezen dat ze met die 120 bij elkaar waren, biddende en smekende om de uitstorting van de Heilige Geest. Die was hun beloofd. De Heer had het ook al gezegd tegen de apostelen: ik zal u geen wezen laten. Heeft het ook gezegd: ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ze wisten het dat de Heer de getrouwe was. En zolang we dat kunnen geloven in het leven van genade, dan is het goed. Maar als we de verkeerde kant op kijken, als de kracht uit die belofte weggaat, wat kan de kerk dan in een moedeloze en hopeloze situatie terechtkomen? Kent u dat? Zijn er misschien hier ook vanavond in ons midden die wel een belofte gekregen hebben, die uitziende zijn naar die vervulling, maar die het niet meer kunnen geloven voor zichzelf? Die moeten getuigen: zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? En als we dan onder een gesloten hemel leven, wat kan het dan benauwd zijn? Wat is het dan vaak? Is het wel waar geweest in mijn leven? Of heb ik alles verzonnen? Is het allemaal emotie geweest? En vaak gaat dan de vuist naar boven. Zeggen we het vaak, wat we ook vanavond gaan horen: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Dat is een bange klacht. Maar op die bange klacht volgt er een lieflijke vertroosting van die getrouwhoudende Heere. En ook een krachtige bemoediging, die nog een bemoediging voor de kerk is, ook in deze tijd. Wel, met de hulp des Heeren hopen we te overdenken vanavond Jesaja 49, vers 14 tot en met 16, waar het woord des Heeren luidt: doch Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. We schrijven boven onze overdenking: de Heere vertroost en bemoedigt zijn bedroefde Sion, zijn bedroefde kinderen. Ten eerste een droevige klacht, dat is het 14e vers. Ten tweede, en dat is het 15e vers, een lieflijke vertroosting. En ten derde, dat is het 16e vers, een krachtige bemoediging. Gemeente, mocht de Heere vanavond in ons midden zijn door zijn Heilige Geest. En mocht ook deze jongen of dat meisje, die man of die vrouw die meeluistert, nog aanraken met zijn genadescepter. Gaan op die grote eeuwigheid aan. De omstandigheden in de wereld zijn angstaanjagend. Maar de Heere is te getrouwen. Hij zal doorgaan met zijn vergaderende werk. Dat hebben we gisteren ook mogen opmerken toen een student werd aangenomen. Maar ook hier staat het in Gods woord: uw muren
zijn steeds voor mij. Er moeten er nog toegebracht worden. Er is hoop voor de kerk. U kunt nog bekeerd worden, zolang u nog onder het woord des Heren mag komen. De voorgaande verzen zijn de dierbare belofte gedaan aan een bedroefd overblijfsel van Israël. Beloften aan het volk wat in Babel zit, wenende. Psalm 127, ze hebben de harpen aan de wilgen gehangen. Zouden wij een lied zingen in een vreemd land? Ze verlangden naar Sion. De Heer geeft dierbare belofte. Hij zegt het. Je zal verlost worden uit Babel. Babel zal zelf verwoest worden ten onder gaan. En de Christus der schriften zal geboren worden. Vers 9, u kunt het lezen, dat er geroepen wordt. Gebondenen gaat uit. Die in duisternissen zitten, komt tevoorschijn. Dan volgt het terecht. Een oproep om te juichen en verheugd te zijn, want de Heer heeft zijn volk vertroost. Er zal zich over ellendigen ontfermen. Dus wordt nog uitgeroepen, ook vanavond. Tot degene, misschien wel jongens en meisjes, die voelen dat ze zo gebonden zitten aan Satan, aan zonde en aan wereld. Gaat uit. Verlaat de slechtigheden. Gods kinderen die in de duisternissen wandelen, kom tevoorschijn. Het is hier een belofte voor het volk van God, want de Heere heeft zijn volk vertroost. Ze zitten nog in Babel, maar in volle zekerheid. Schrijf Jesaja hier, geïnspireerd door God de Heilige Geest, want hij heeft zijn volk verlost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En als u nu zo'n boodschap zou krijgen, als u verlangt naar verlossing, als u bedroefd bent, omdat u gescheiden bent van God, gescheiden bent van zijn inzettingen, zou er dan blijdschap bij u zijn? Bij die Sionieten niet. Want waar begint ons tekstvers mee? Met het woordje doch. En het woordje doch heeft altijd weer een tegenstelling. Doch, Sion zegt. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Sion. Wie is dat Sion? Dat zijn niet de Joden die naar de zin hadden in Babel. Ze zijn allemaal in ballingschap gegaan. Maar een deel van de Joden is ook die afgoden gaan dienen in Babel. Die vond het zo fijn om uit te gaan en te feesten en te leven als de Babyloniërs. Wie spreekt er dan hier? Dat is dat kleine overblijfsel van de kanttekenaar ook zegt, de gelovige Joden. Dat is dat Sion dat van God begeerd is. Dat is het Sion, Gods kinderen, waarvan de kanttekenaar ook zegt, die hard geperst worden vanwege grote ellende. Dat zijn kinderen Gods, die zuchten, die niet konden houden in Babel, maar die hier de verkeerde kant op kijken, die niet naar boven blikken, maar die om hun heen zien. En die geen houvast meer hebben aan de belofte. We kunnen van datzelfde volk lezen in Ezechiël 37. Waar ze zeggen, wij zijn afgesneden.
Onze verwachting is verloren. Onze beenderen zijn verdord. Gemeente, kinderen Gods, als je zulke benauwde omstandigheden bent, als je geperst wordt, als de omstandigheden moet benemend zijn, als de toekomst pikdonker is, als er van binnen enkel zonde is, en als de hemel gesloten is, dat wil zeggen als de Heere zich verbergt, dus net als in Psalm 30 vers 8, onberuimd. Toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Dan is de maaghip, mishap, een schrik van rondom. Kent u dat? Niet alleen een schrik van voren, maar een schrik rondom. Overal verschrikken. En dan klaagt dit volk, niet zichzelf aan, daar kom ik zo op terug. Ze klagen God aan, want ze zeggen, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Nu zijn er verschillende oorzaken waarom de Heer zijn kinderen een moment kan verlaten. Dat kan zijn om Gods kinderen te beproeven. Dat zien we bijvoorbeeld bij een Job. Wat is die man beproefd? Wat is die man gekweld door Satan? Wat is hij in de diepten terechtgekomen? Kinderen, dan zeggen we wel eens, wat is hij in een oven van beproeving gekomen. Maar wat is hij er gelouterd uitgekomen. Die verberging van Gods aangezicht was nodig. Omdat dat goud van het geloof ging blinken. Dus één reden waarom de Heere zich verbergt kan zijn beproeving. Een andere reden kan zijn dat de Heer een nieuw onderwijs wilt gaan geven. Voor de opwas in de genade is er iedere keer weer nieuw onderwijs nodig. En dat zien we bijvoorbeeld op de zee van Tiberias. Toen de Heer voor de derde maal als een volk verscheen, aan de discipelen verscheen. Toen waren ze ook alleen. Toen was de Heer er aanvankelijk niet. En wat moesten ze toen voor les leren? Zonder mij kunt gij niets doen. Ze gingen uit in eigen kracht. Ze vingen geen één vis. Als je net te leeg blijven, kinderen. Als je voor je repetitie slechte cijfers krijgt. Als je zijn examens niet gehaald hebt. Moet je eens onderzoeken hoe dat komt. Misschien omdat je in eigen krachten gewerkt hebt. Misschien omdat je je knietjes niet gebogen hebt. Zoals bij de discipelen. Wij gaan vis, lege net. Toen gaf de Heer dat onderwijs. Toen hij eerst nog een vreemde voor hem was. We hebben het net aan de rechterzijde, de kant van het welbehagen. Dus dat is een tweede reden. Dat de Heer zich soms inhoudt. Niet verschijnt om voor te bereiden voor nieuw onderwijs. Dat is nog een derde reden. Ook al zijn er nog meer redenen te noemen. Maar ik wil nog alleen een derde reden noemen. En dat is de zonde. Iedere zonde maakt scheiding tussen ons en de Heer. En dat is de oorzaak waarom de Heer zich in onze tekstwoorden had verborgen. Dat is de oorzaak waarom het volk in ballingschap moest. Ze waren andere goden gaan dienen. Ze hadden die levende God die hun dagelijks
overladen met gunstbewijs, net zoals u en mij. De rug toegekeerd, zodat op Egypte vertrouwd. Ze zijn dus net als u, net als jij en net als ik. Want we hebben allen God verlaten in het paradijs. We hebben allen God de rug toegekeerd. Dat heb je al veel gehoord. Dat heb jij ook al veel gehoord. Heb je het al beleefd? Daar met de rug naar God toestaat. En dat wij God de rug hebben toegekeerd. Heeft God zijn aangezicht waarvan gunst getuigde van ons afgekeerd. Van ons afgewend. En als God u niet aanziet in zijn gunst, dan ziet hij u aan in zijn toren. Beseft u dat? Als u buiten God bent, als u niet door het geloof verbonden bent aan Christus, dan ziet de Heer u ook nu aan. Met ogen van toren. We zijn net als diegenen die daar in Babel zaten. We staan buiten God en buiten zijn gemeenschap. Het grootste deel in van het Sion, van de ballingen in Babel, hadden er geen pijn en geen smart over. Ze hadden naar de zin. In dat Babel. Ze konden zich uitleven. Van nature zijn we precies hetzelfde. Ze voelden zich niet schuldig. Maar ook het gelovige Sion wat hier spreekt, voelt zich niet schuldig. Dat zij in Babel zitten om eigen schuld, want ze zeggen het niet. Wij hebben u op het hoogste misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Nee. Ze zijn na al ontvangene genade rechthebbend. Ze wijzen niet op zichzelf, maar ze wijzen op God. De Heere heeft ons, mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Ze klagen de Heere aan. Terwijl zij de Heere verlaten. Lees maar Jeremia 2. Nochtans heeft mijn volk mij verlaten. Dagen zonder getal. Ze klaagden God aan. Omdat zij in Babel zaten. Laat ons zelf niet boven die ballingen zetten. Hoe vaak klagen we God niet aan, ook jullie al kinderen. Als er iets niet naar je zin gaat. Als het op school niet goed gaat. Als het in het gezin niet goed gaat. Als er misschien spanningen zijn in het huwelijkse leven. Als je misschien jong bent en een ernstige ziekte draagt. Als er economische tegenslag is. Wees eens eerlijk. Is dan nooit de vuist naar boven gegaan? Is dan nooit die vraag geweest, waarom? Waarom moet ik dit lijden? Besef toch, op de bodem aller vragen zegt, ik meen dat Costa, op de bodem aller vragen ligt er wereld zonder schuld. En niet alleen een onbekeerde klaagt de Heere aan. Ook Gods kinderen doen het zo vaak. Hier in de tekst. Maar zegt de dichter ook niet. Als ze onder de gesloten hemel zitten, zou de Heere dan zijn gunstgenoten, dacht ik, dan al toos verstoot? Wanneer komen ze in de schuld? Als ze mogen zien op Christus. Die nu vanwege hun schuld en hun zonde
verlaten werd door zijn vader. Toen in de uiterste duisternis was en die ganse hel op hem afkwam. Als je zo met een geloof zoog, dan ben je de uiterst moeilijkste omstandigheden. Mag zien op Christus. Dan ben je net als die ene moordenaar. Dan ga je zelf aanklagen. Dan ga je God vrij pleiten. Dan word je opnieuw een bedelaar omgenade. Die ballingen in Babel, die beschuldigden dus de Here. Ze uiten een beschuldigende klacht, maar ook een krenkende klacht. Want wie heeft hen verlaten, zeggen ze? De Here. En eerst staat de Here met allemaal hoofdletters. De getrouwe verbondsjehoofd. De onveranderlijk. En dan zeggen ze, terwijl ze mijn geschuld in Babel zit, nu heeft de Here, die getrouwe, heeft het verbond verbroken. Terwijl ze het zelf gedaan hadden. Dan zeggen ze als het ware, zoals een man zijn vrouw verlaat, waardoor zijn vrouw geen zorg en geen kracht en geen liefde meer krijgt. Zo heeft de Here ons verlaat. En wie heeft hun vergeten? De Here, met één hoofdletter. Als in Gods woord de Here met één hoofdletter staat, ik moet zeggen het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komt alleen de Here met één hoofdletter voor. Als het Oude Testament de Here met één hoofdletter staat, dan betekent dat de Almachtige. Diegene die in zijn almachtige verlossingskracht kan verlossen. Dus wat zeggen ze dan? De Here wil en zal en kan ons niet meer verlossen. Dan zeggen ze als het ware, God zal mij nu niet meer verlossen als weleer. Mij is geen heil beschoren. Zij God verlaten. Zij God vergeten. En nu klagen ze God ervan aan dat hij het gedaan heeft. Ze klagen God aan van hetzelfde, van datgene wat ze zelf gedaan hebben. Een korte les voor ons dagelijks leven. Als iemand aanklagen, hoe vaak is het dan niet dat we diegene aanklagen van hetgeen wat we zelf vaak doen. Als we door iemand gesmaad worden of uitgescholden worden. Hoe vaak hebben we het dan eerder bij een ander gedaan? Dan noemen ze blinde vlekken. En daar zitten Gods kinderen vol van. De Here heeft mij verlaten. En de Here heeft mij vergeten. Een beschuldigende. Een krenkende klacht. Het is vreselijk. Het is Godonterend. Wat is nog erger als er geen klacht is? Het is nog erger, jongens, meisjes, man en vrouw. Als u nog nooit geklaagd hebt. Dat u God kwijt bent. Dat is een bewijs van uw doodstaat. Dat is een bewijs. Dat u nog dood ligt in zonden en in misdaad. Terwijl iedere dienst wordt toegeroepen. Bekeert u. Bekeert u. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Die krenkende klachten zijn vreselijk. Maar nog erger. Als we geen klacht uit. En dat we zelfs zeggen. Wijk van mij. Heren. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als ons bestaan. Ook als kinderen.
Hoe vaak liggen ze niet op het bed van zorgeloosheid. Hooglied 5. Christus tot aan de deur te kloppen. Doe mij open, doe mij open. Haar liefste. Door de dood heen. Heeft ze hem alles mogen aanschouwen. En nu op een bed van zorgeloosheid. Aan Christus kloppen. Ze liet hem staan. Aan de deur. Dat is de kerk als ze van hun plaats af zijn. En wat doet de Heer nu altijd? Die laat altijd liefde achter. Ik hoop dat de kerk in ons midden vanavond ook iets van die liefde mag ervaren. Christus in Hooglied liet liefde achter aan het slot van de deur of aan het handvat van de deur. Toen ze uitging was Christus weg, maar de liefde was achtergebleven. Ze is uitgegaan als een schuldig om haar liefste te zoeken. De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Een krenkende klacht. En toch zit er in deze krenkende, aanklagende, beschuldigende klacht. Ook een hunkering. Naar de gemeenschap des Heren. Voelt u dat? Begrijpt u dat? Ze kunnen God niet missen. Maar ze zijn er niet zelf schuldig aan. Maar toch kunnen ze God niet missen. Het is alsof ze het hier zeggen. Heren, ik kan niet zonder uw leven. Heere, wees niet ver van mij. Haast u tot mijn hulp. Ze zijn van de plaats. Het leven van genade kan ten diepste nooit zonder Christus. Daarom zeggen ze het hier. De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. En u zou een sterke berisping moeten krijgen. Toch, jongens, meisjes. Als er iets is fout gegaan om je eigen schuld. Als je iets gedaan hebt tegen vader en moeder. Wat fout is. Maar hoe vader en moeder zich een beetje terug moeten trekken. Uit straf. Zou je toch verwachten een pak rammel te krijgen. Maar dat doet de Heere nu niet. Hij komt met een liefelijke vertroosting. Als je ontdekt dat je bent als die Sionieten. Die God aanklagen. Als je daarentegen geen straf krijgt. Maar liefde krijgt. Dat wordt dan je hart verbroken. Een liefelijke vertroosting is tweede. Gedachte. Maar wat zegt de Heer? Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontferm over de zoon haars buiks? Met wie vergelijkt de Heer zich hier? Niet met een herder. Niet met een zon. Niet met een schild. Niet met een vader. Maar een zeer teer beeld. Een beeld wat we allemaal kennen. Vergelijk de Heer zich hier met een moeder die zich ontfermt over haar zuigeling. Een moeder die als het ware het kindje aan de borst heeft. Dat kindje omarmt, dat kindje voedt, dat kindje vertroost, dat kindje liefde geeft. En dan weet iedere man hoe liefelijk gezicht het is. Als je mag zien dat je vrouw het kindje wat je samen van de Heer gekregen hebt, mag voeden aan de borst. Dat beeld gebruikt de Heer hier. Voor zijn kinderen. Hij gebruikt het beeld van hemzelf. Om nu zijn kinderen een liefelijke vertroosting te geven.
En wat zijn er dan een overeenkomst tussen dit beeld van de moeder met het kindje, met de zuigeling en met de Heer? Mag ik er een paar noemen? De moeder, en ook de vader, maar het gaat nu over de moeder, heeft het kindje al lief voordat ze geboren is. Ze heeft het kindje al 9 maanden lief voordat het kindje geboren wordt. En de Heere, hij heeft zijn kinderen al lief vanaf de eeuwigheid. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Hij heeft zijn kinderen zo lief, dat hij het liefste wat hij had, zijn zoon, naar de wereld gezonden heeft. Verbrijzeld heeft. Dat hij zijn liefde kan schenken aan zijn kinderen, zoals een moeder dat doet aan de zuigeling. Nog een andere overeenkomst. De liefde van een moeder is onveranderlijk. Een moeder blijft lief hebben. Kinderen, ook al trap je je moeder op haar hart, ook al geef je stank voor dank, ook al beloon je haar zorg, haar liefde voor met ondankbaarheid, ze blijft je lief hebben. Als ze wel eens terugkomt in je leven, en als je moeder niet meer leeft, en als je dan ziet hoe ze altijd je lief had, wat kan dat in de nood brengen? Wees goed voor je moeder. Trap ze niet op haar hart. Het zal terugkomen. Als er iets ligt tussen jou en je moeder, ga naar moeder toe straks. Omarm ze. De liefde van de moeder is dus onveranderlijk. En wat zegt de Heere van zijn liefde? Hooglied 8. Vele wateren zullen de liefde niet uitblussen. Niet de wateren van zonde. Niet de wateren van schuld. Niet de wateren die de Heere krenkt. Die hem aanklacht. Vele wateren zullen de liefde niet uitblussen. Onbevattelijk. Nog een overeenkomst. De moeder heeft het kind lief. Niet omdat ze mooi is. Niet omdat ze misschien niet huilt. Maar omdat het haar kind is, toch? Ik hoorde van mijn eigen vrouw als op kleuterbureau waren. Of consultatiebureau, hoe noemen ze dat tegenwoordig. Zei ze, och, ons kindje was het liefst. Ook al ziet ze misschien niet uit. En zo is nu ook bij de Heer. Hij heeft zijn kinderen lief. Om redenen uit zichzelf. Niet om iets in hun. Ik heb u vrijwilliglijk lief, zegt de Heere Hosea. En mijn toorn is afgekeurd. Hij zegt het tot zijn bruid. Sta op. Mijn vriendin. Mijn schoon. Terwijl ze het weet. Dat ze zwart is in zichzelf. Dat ze zondaar en zondares is in zichzelf. Nog een overeenkomst. Er is een liefde van moeder die je niet kan begrijpen. Als je toch ziet wie jezelf als kind bent en blijft. Wat ik al zei, hoe die liefde van moeder blijft. Dan moet je toch zeggen, het is een onbevattelijke liefde. Zo is het ook bij Gods kinderen. Als ze zien wie ze zijn. Als ze zien wie ze blijven. Dan moet je het wel eens zeggen.
Als je in de nacht stil bent en ligt op bed en alles weer terugkomt en ziet wat de Heere toch gedaan heeft in zijn goede tierheden. Heere, waarom heb u mij toch lief? Dan zegt de Heere het, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om een heilige naamswil. Wat heeft de moeder ook een vreugde in het kindje. Oh, je moet zo'n moeder maar eens zien zitten. Wat heeft ze een vreugde met het kindje, een troetelkindje. En dat zegt de Heere nu ook van zijn kerk, van Efraïm. Dat was het volk wat in ballingschap was. Dat is dit Sion. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Ze krenkten hem. Ze verachten hem. Is Efraïm niet mij een dierbare zoon? Is hij me niet een troetelkind? Mijn ingewand rommelt over hem. Ik zal mijn zijner zeker ontfermen. Onbevattelijk. Ziet u de overeenkomst tussen een moeder met haar zuigeling in haar armen, aan de borst en de Heer. Een tere overeenkomst toch. Er zijn nog zoveel meer overeenkomsten, maar we moeten verder. En zou Gods kinderen nog in kunnen brengen? Ja, Heere, u kan een zuigeling nog vergeten worden door de moeder. Dan is de Heere zijn kerk voor. En dan zegt hij als het ware tegen dat Sion, dat nog zou denken. Ja, maar die moeder kan het kind nog vergeten en verlaten, daarom kan u dat ook nog doen. Nee, ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Hoe duivels het ook is, als een moeder haar kind vergeet, haar kind verlaat. En ik weet het, we hebben het ook gezien in Afrika. Dan moeten ze uit de wanhoop een kindje moesten overgeven. We hebben het al gezien in Pretoria, kasten aan de straat. Met hokjes erin waar snel een babytje ingelegd werd en dan liep de moeder weg. Uit nood, uit wanhoop. Ook door misbruik vaak een kindje verwekt. Wanhoop. Dus kan voorkomen dat een moeder haar kindje kan vergeten. Dan zegt de Heer, ofschoon deze vergaat, zo zal ik toch u niet vergeven. Wat doet de Heer hier nu? Dat volk wat hem krenkt, wat hem aanklacht. Hij legt als het ware een strelende moederhand op het bedroefde kinderhoofdje. Ik zeg het allemaal maar heel eenvoudig. Als je dat mag ervaren, dan weet je als kind toch. Als je iets ondeugends gedaan hebt. En moeder geeft geen klap, maar ze aait je over je bol. Als de Heer dan dit spreekt, dan moet je zeggen als in het volgaande hoofdstuk. Ja, Heere, ge hebt gelouterd. Nog niet als zilver. Ge hebt gekastijd, maar met maat. Zion, om eigen schuld in de ballingschap. Ze klagen God aan. Ze krenken God. Toch een vertroosting. Hoe kan dat nu? Wel, omdat Christus geen vertroosting kreeg toen hij in de godsverlating was. Hij heeft niet uitgeroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Toen heeft hij die vertroosting voor zijn kinderen die hem zo vaak krenken. Want iedere zonde krenkt God. En Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Maar nu is Christus verladen met die zonde en die schuld van zijn kinderen. Ook voor die aanklacht. Ook voor die krenking. Door zijn vader verlaten geweest. En toen geen
vertroosting gekregen om nu zijn kinderen te vertroosten in de nood. Ze waren in de ballingschap. Ze werden dus ook gekastijd, maar uit liefde. Als de Heer zijn kinderen kastijdt, is het altijd liefde. En dan vallen ze altijd naar de Heer toe. Begrijpt u de tweede gedachte? Een lieflijke vertroosting. Dat is het toch, hè? En nu geeft de Heer het nog meer. In ons tekst wordt het een krachtige bemoediging. Dan zegt hij tot datzelfde volk. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Een dubbele bemoediging. Zie. Met andere woorden. Kijk nu op mij. Wend u naar mij toe en wordt behouden. In het Engels, look upon me. Kijk op mij. Zie. Met je bedroefde ogen. Op mij. Zie niet langer op die omstandigheden. Luister niet langer naar Satan. Zie op mij. En luister met volle aandacht wat ik te zeggen heb. Zie. Ik heb u, klagend Sion, in de beide handpalmen gegraveerd. Wat betekent dat? In die tijd schreef iemand in zijn handpalmen vaak de naam van degene die hij lief had. Dan schreef een man de naam van zijn vrouw die hij lief heeft in zijn handpalmen. Dus wederom liefde. Zie, ik heb hem met liefde in mijn handen geschreven. Je wordt ook gewezen op iets wat onuitwisbaar is, met onuitwisbare eend. En zo staat de kerk gegraveerd in de handen van Christus. Toen de Vader zijn kinderen verkoren had, heeft hij zijn de vrederaad in de handen van zijn Zoon gelegd. En wat zegt Christus? Niemand zal ze uit mijn handen rukken. Ze liggen in zijn handen. Ze zijn door de Vader in zijn handen gelegd. En niemand, de Satan niet, ook de wereld niet, ook de zonde niet, ook niet als je hem aanklacht, zal hij uit de handen van Christus komen rukken. Rukken. Betekent wel dat er al getrokken wordt. Satan doet alles. Met zijn twee trawanten, met de zonde en met de wereld. Om je uit die handen van Christus te trekken. Dat kent de kerk. Dat er soms getrokken wordt. Dat je zo moet denken. Ik zal nog vergaan. Ik zal nog terugvallen in mijn vorige leven. Heer, hou me vast. Heer, zegt het. Ik heb je met beide handpalmen gegraveerd. En in die handpalmen zou je nooit kunnen vallen. O, zoek toch in die handpalmen te komen. Breng je toch op die plaats waar de Heer je dan met zijn handpalm kan oprapen. Kan trekken. Uit de goddeloosheid. Kan trekken uit de wereld. Kan trekken uit die klauwen van Satan. Hij heeft een hand met oneindige kracht. Ik heb in mijn beide handpalmen gegraveerd. Opnieuw het hooglied. Er staat in hooglied 2. Uw linkerhand ondersteunen mij. En uw rechterhand omhelzen mij. Twee handen. Mogen ze als het ware in die ene hand waarin ze gegraveerd zijn. Mag een vermoeide hoofd leunen.
Dat vermoeide hoofd van wat vermoeid is van zonde. Wat vermoeid is van die aanvechtingen. Wat vermoeid is van die beproevingen. Die ene handpalm. Die naam in staat. Maar als het ware onder dat hoofd. Dat vermoeide hoofd gelegd. Die andere handpalm. Rondom het middel gedaan. Dat is een teken van je ligt voor mijn rekening. Ik zorg voor u. Ik draag u. Die beide handpalmen. U ligt voor mijn rekening. Omhelzen mij in liefde. Als u er zo op ziet, gemeente. Wordt hier als het ware gezegd. Wie zal ons scheiden? Van die liefde Gods in Christus. In die beide handpalmen. Staan die namen ingegraveerd. Maar wie denkt er ook niet. Als het over twee handpalmen hebben van Christus. Dat die beide handpalmen doorboord zijn. Doorboord. Door de zonde van zijn kinderen. Nee, wie zegt het? Ik ben de nagel. Ik heb uw handen aan het kruishout gehecht. Dus die namen staan als het ware in die littekenen van Christus' handen. De kerk des Heren, die ligt in het bloed van Christus. En in dat bloed ziet de Vader zijn kinderen ieder moment aan. Ze zijn gewassen vanaf eeuwigheid in dat bloed. Want hij is het lam. Wat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Hij is ook nu het lam staande als geslacht. Die ganse kerk. Gekocht door het bloed van Christus. En ze mogen Gods kinderen geen rust hebben. Voordat ze dat bloed van Christus mogen kennen. Voordat dat bloed gesprenkeld is op hun ziel. Zijn er hier, die zo gebukt gaan onder die zondenlast, die schuld, en wie de schuld als het ware hun perst, die liggen onder die vloek, die achter ieder gebod zien staan, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet, om dat te doen. Die mogen buigen onder dat goddelijke recht. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben. Die uitgeroepen hebben. Is er nog een weg? Is er nog een middel? Om dat die welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. En wat staat er dan zo bijbelgetrouw in de catechismus? Staat er dan vlucht naar het bloed van Jezus? Nee. God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. Er moet betaling plaatsvinden. En dat is alleen in dat bloed van het lam. Alleen in dat bloed hebben de gerechtigheid en de vrede elkander gekust. En als de kerk daar iets van mag zien. Dat ze met God eens zijn geworden. En als dan Christus zich vertoont. En je laat zien. Die beide handpalmen bebloed. Als je dan mag. Dat bloed. Gesprenkeld mag worden. Dan moeten ze het zeggen. Omdat Gods lam rust mijn ziel. Het is naar de mate van het geloof. Het is zo groot als je het gezien hebt van het lam. Maar de Vader spreekt recht. Ze mogen geen rust zijn in de ziel. Maar als ze nu mag weten op rechtsgrond. Door God de Vader te zijn vrijgesproken. Ik heb u met beide handpalmen gegraveerd. En zeker kerk des Heren.
zo is die hand een vuist. Dat is nodig, dat zijn die kastijdingen. Waarom zijn kastijdingen nodig? Waarom zijn straffen nodig? Hij kastijdt ons tot ons nut, omdat we zijn heiligmaking delachtig worden. Omdat we vruchten voort gaan brengen van geloof en van bekering. Omdat we meer en meer gaan lijken op Christus. Hij moet ons kastijden. Maar nu het beeld weer. Hij kastijdt ons. Als de Heer met zijn kastijdingen komt, zou soms een radeloosheid omkomen. Maar vergeet dan die volk. Als die vuisten open gaan. Dan zie je die bloedwonden. Waarin de naam van de kerk beschreven is. En wat blijft dat een eeuwig wonder. Als een zondaar voor het eerst of opnieuw moet omkomen. Als ze denken, het is verloren. En als ze dan opnieuw die handen opengaan. En als dan opnieuw gezegd wordt, zie ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dan mag je als het ware wel eens door die handen blikken. In die eeuwigheid. Mag je wel eens een moment verdwijnen dat welbehaag. Zeg je, waarom was het op mij gemunt? Dat zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt, omdat ik u lief heb, met een eeuwige liefde. Dat dan die handen open gaan, dan moet de kerk het zeggen, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, ik roem in vrije gunst alleen. En uw muren zijn steeds voor mij. Even terug naar dat volk in Babel. Ze klaagden. Ze verlangden naar Jeruzalem. Ze staken op God dat ze nog niet terug waren. Die lieflijke vertroosting. Nu zo'n krachtige bemoediging ook. Uw muren zijn steeds voor mij. Met andere woorden. O Sion. Ik zie die muren van Jeruzalem komen vanuit het stof. Ik zie dat Jeruzalem weer gebouwd zal worden. O Sion, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Uw muren zijn steeds voor mij. Ik zie die muren komen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En zo gaat de Heer nog door. Ook in 2022. Want uw muren zijn steeds voor mij. Dat blijft. Steeds voor mij. De Heer ziet dat die kerk gebouwd wordt. Dat vastgemaakte bestek, wat in de eeuwigheid al gemaakt is. Ik zie dat die kerk wordt toegebracht, dat die muren gebouwd worden. Ik zie ze komen. Niets kan die bouw tegenhouden. Daarom stuurt hij nog knecht. Woord uit te dragen. Daarom zijn er hier nog ambtsdragers om predicaties te lezen. Daarom werd er gisteren nog een student aangenomen. Het visnet van de evangelie moet nog uitgeworpen worden in het midden van onze gemeente. Uw muren zijn steeds voor mij. Het welbehagen des Heeren zal door die hand van Christus. Gelukkiglijk voortgaan. Dat betekent, niets zal het tegen kunnen houden. Hij zal Judas steen herbouwen uit het stof. Dat gaan we ook zingen. Het 14e vers van Psalm 69.
Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. 14 van 69. Gemeente, nog enkele woorden ter toepassing. Beseft u, beseffen jullie, dat je van nature buiten God bent. Dat je zijn gunst kwijt bent, zijn gemeenschap kwijt bent. Dat je dagelijks nog overladen wordt met zijn gunst bewijzen. Dat je niet anders doet dan zondigen. Beseft u dat? Ook de oudjes in ons midden. Misschien al wel een bank versleten. Beseft u het nog niet? Ach, misschien wel eens een schrik gehad. Dat ging weer over. U ging weer door op uw levenspad. Smeet toch of de Heer u wil ontdekken aan uzelf. Want als u sterft zoals u geboren bent, dan zult u straks eeuwig buiten God zijn. Dan zou u straks eeuwig onder die toren van de Heer zijn. Die toren is een verschrikkelijke toren. Hier leert de kerk het. Door uw toren vergaat mijn kwijnend leven, dan verga je. O gemeente, als je sterft, als je geboren bent,
Als je nooit gebogen hebt voor de Heer. Als je nooit je zonde beleden hebt. En je schuld erkend hebt. Zij eeuwig onder die toren zijn. Er komt geen einde meer aan. Kom ook deze dienst terug. Maar uw muren zijn steeds voor mij. Nu kijkt de Heer in die handen. Er was er misschien vanavond zo'n steentje. Wat ingemetseld moest worden. Zo'n wonder. Als je onder de dienst bent. Als dan de zoon tot zijn vader zegt. Vader. Er is graaf een deel in dat kerkje. Zit een jongen of een meisje, een man of een vrouw. De uur van het welbehagen is aangebroken. Zend me geest. Zeg, smijt de geld zo diep en zo beeldend. Zend me geest. Want dat hij gaat wonen in het hart van die jongen of van die meisje. Ach, hier kan je nog bekeerd worden. Er is hoop voor de kerk, werkelijk. We zijn niet hopeloos. Zeker. Ik moet ook niet vergeten dat er een uitverkiezing is. Maar juist daarom. Want dat welbehagen des Heren, dat stroomt nu door het woord des Heren. Maar er is nog hoop. De kerk, de wereld bestaat nog. En er moet nog gruis ergens uit die steengroeven afgehakt worden. Als een levende steen ingemetseld wordt in dat geestelijke huis. En als je vanavond bent losgeslagen die steengroef. Dan ga je te roepen genade, genade. Staat er in Zacharia? Iedere steen die toegebracht wordt. Dan onder de toeroeping genade. Genade, zei hij zelf. En dat is een gebedje wat blijft. Kerk blijft smeken om genade. En als ze terugblikken, zegt een dichter. Mijn leven was een cirkel van enkel genade. Dan moeten er nog toegebracht worden. Het laatste regeltje van het versje wat door broeder Molendijk is voorgelezen. Misschien bent u er, heb u niet eens gehoord. Maar wat staat er? Waar waren deze? Als het ware een uitroep van verbazing. Waar waren deze? Dus, diegenen die toegebracht werden. Die komende kerk. Die in die handpalmen staat, maar nu nog als een onbekeerde over de wereld gaat. Waar waren deze? Met andere woorden. We hebben ze niet gezien. We hebben ze vertrapt. We hebben ze veracht. We hebben ze over het hoofd gezien. Ook die jongen, dat zijn eigen wil gaan, die zo opstandig is, die niet wil luisteren, misschien ook vanavond naar kerk gesleurd is door vader. Of dat meisje, dat zo losbandig is, allemaal dingen doet die niet mogen. Ze kunnen nog bekeerd worden. Ook die man die zo bezig is met het stoffelijke. Die zo bezig is om zijn bedrijfje te bouwen. Om geld te verdienen. Geen vader is voor zijn gezin. Hij kan ook bekeerd worden. Ook die moeder. Die hele dagen maar aan het stoffen is. Altijd maar bezig met de huishouding. En hij geen oog heeft voor de kinderen. Dan ben je geen moeder. Maar ze kunnen nog bekeerd worden. Waar waren deze? Waarom noem ik dit soort voorbeelden? Ach, van de zulke zou ik niet verwachten. Maar nog, wonder toch. De Heer doet het om zichzelf wil. Er is niets in ons. Wat die genade kan tegenhouden. Of wat die genade werkzaam kan maken. Waar waren deze? Waar was dat oudje?
die vol met lijdelijkheid in de kerk zit. Die zegt, ja, je moet toch, kan er niks doen. God moet het toch doen, dat is waar. Maar vreselijk als je erachter weg gaat schuilen. Dan klaag je God aan. Want hoe zou je dan geoordeeld worden als je zo moet sterven? Je hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Waar waren deze? Ze zullen er komen. En tot verwondering. Ze zullen eruit gehaald worden. Tot verwondering van de kerk. Och, als er een uitgehaald wordt. Dan komt er direct een band van liefde. Want ze zijn allemaal kinderen van een vader. Van hetzelfde huisgezin. Ze bestaan elkander nader. Dan de band van de aardse. Straks. We weten niet hoe lang dat nog duurt. Zal de laatste steen worden ingemetseld. En als dan het lieflijke evangelie wordt. Altijd afgeketst is op je harte hart. Wat zal dan het oordeel vreselijk zijn. En zij als bouwafval weggeworpen worden voor eeuwig. Als die laatste steen is ingemetseld, dan gaan die stijgers van dat gebouw weg. Al het stijgerhout wordt weggenomen. En u begrijpt dat Gods knecht, God, de ambtenaar, zal dus zo bang zijn. Zal het slechts stijgerhout zijn, toch? Ik had een lieve ouderling in Terneuzen, Colijn. Ik wou dus samen met hem naar huis toe. En op dat paardje zo, zei hij altijd, och, ik zal slechts stijgerhout zijn. Dominee, het is niet voor mij. Een andere keer kan het nog voor mij. We hebben afscheid genomen van Terneuzen. En anderhalf jaar later word ik 's nachts om 3 uur gebeld. Was die man al ernstig ziek. Zijn dochter zei, pa wil met u spreken. Toen mocht hij getuigen wie Christus voor hem geworden is. God, dominee, uitgenaad ben ik geen stijgerhout. Mocht er bemoediging zijn voor ambtsdragers in ons midden. Die zichzelf niet anders zien dan stijgerhout. Het kan nog, omdat er welbehagen is. Als die laatste steen is ingemetseld. Het stijgerhout voor mij weg. En dan zal u die kerk zien. In zijn volle heerlijkheid. Dan zal ze opgevoerd worden. Dan zal ze allen staan. Voor die troon. In witte klederen. Met palmtakken in de handen. En dan zal ze eeuwig zingen. Zijn goede tierenheid. Zal het eeuwig zijn. Door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Heren. Heb dank voor hetgeen wat u schonk. Wil het zondige wegnemen. De prediking uit het luisteren. Maar het uwe wil het zegen. Wat een wonder toch dat u dan nog aanwezig wilde zijn. U weet, heren, voor wie het was. En zal ook deze dienst zijn een reuken des doods ten dode. Want daar hebben we voor gekozen, een paradijs. Of een reuken des levens ten leven. Och, heren. Mag er tot verwondering uitgeroepen worden. Waar waren deze? Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, dat oudje. Breng ons in onze huizen of op de plaats waar we verwacht worden. Uw naam ter ere, om Jezus wil. Amen. Tot slot, 147 vers 1. Laat 's Heren lof ten hemel prijzen. Hoe goed is het onze God te prijzen. 147, het eerste vers is onze slotzang.
Ga dan heen en in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.